Er zijn er altijd zo dat je wat moet achterzitten, maar dat is altijd, hè. Maar ja, in Gent, joh. Die doen het niet slecht. Amai. Oei, ja, ah ja, dat is juist, jij bent verloren van Jelle, juist zeker. Even de Napel is de naam en naast mij zit. Ja, dat is ja. Ja, ik heb mijn eerste match verloren. En de rest tot nu toe gewonnen. Mijn vorige match had ik wel schrik voor. Dit is echt zo'n dat was tegen Christophe, die had dan juist gewonnen van Jelle. Dat is mij. Hier als winnaar van het veld zal komen. Maar daar komen we vanzelf al achter. We zijn begonnen. En hier zien we de beginopstelling van de thuisploeg. Ze gaan van start in een klassieke 3-5-2 opstelling. Kijk nou! Nee, we beginnen hier al niet goed. En we krijgen een schop. En jij nog veel gespeeld ondertussen. De keeper bokst de bal weg. Ja, ik speel dan alleen nog maar carrière. Nu is het nog eens dan één match van online gespeeld. Onder zijn druk speelt de maar tegenstander dan altijd de bal carrière zijn. Dat is altijd zo'n moment bij mij. Oh, tot hier naar zus. Ja, de bal amai. Nog na en de bal komt terug het veld in. Over de lijn, ingooi. Nou, dat was een uitstekende beslissing van de keeper hoor, om eruit te komen. Hij voorkomt zo een doelpunt. Nou, dit is gewoon een hele goede keeper even. Nou, het is van belang dat de omschakeling goed is. Zomaar het balbezit weggegeven. Het lijkt wel amateurvoetbal. Daar had hij echt... Dan schiet hij. Echt een rappe. Achter. En wie was een hoekschop. Geen doeltrap. Wie was dat? Ah ja, dat kan wel. Ah, die schat daar zo ineens weg zien van mij. Ik kon die gewoon niet volgen. Hij raakte met de kop. Goede redding van de doelman. Bal achter en hoekschop. De keeper neemt het zeker voor het onzekere. Hij knokt de bal weg. Aanval wordt gesmoord. De bal wordt naar voren gewerkt. Verlengt hem met het hoofd. Een schermutseling om de bal. Eens kijken of de scheidsrechter twee man zicht hem. Oeh, amai. Oh joh. Helemaal niet nodig is, snap jij dat nou, Juri? Oh ja, joh. Ik wel, want anders zou je in het doel afkomen. Daar verschiet ik wel van. Ja, dat is Allee, dat wil ik toch eens terugzien. Een blinde sliding, hij neemt de speler mee. Hij probeert de tegenstander van de bal te geleiden met de sliding, maar hij maakt daar dat vind ik, ja, dat keer is langs rechter, maar dat vind ik nu toch niet... Ja, oké, okay, ja, ja. Amai. Moet ik even pauzeren om te wisselen? Nee? Oké. Okay. Raman.
scherp verdedigd. Met zulke acties kun je een wedstrijd beslissen. Dat was een overtreding. Scheidsrechter geeft een vrije trap. Ja, dat snap ik niet. Een balvoordeel. Dat moet wel rood zijn. Hij kon kiezen tussen een doelpunt en een rode kaart en hij kiest voor het laatste. Ik vind wel goede keuze. Was dat van de arbiter, joh? Die spelen wel geen goal. Allee, joh. Dan maar met z'n tienen verder. Was dat dan terecht? Nee, dat vind ik nou wel een heel raar beslissing. Allee, joh. Ja. Nee, strenge schaatsen, hè. Denk het. Wat is dat hier, hè? Nee. Oh, wat een prachtige paas die van Peter Lot verdient. Inderdaad. De eerste dan met 7 is verliefd, hè. Zo zeggen jullie dat toch altijd even? Zo zeggen wij dat, jullie commentatoren. Jongen, dat was een weggevertje, zeg. En dat op dit niveau. Ik durf al niet mee te tackelen, want... Wat een snelheid. Hij doet het. Ah, als je dat gespeeld. Amai, zeg. Dat, hè. Dat ze een doelpunt hebben gemaakt, dat mag geen verrassing heten. Ze nemen de doelman constant onder vuur. Ja, en dan krijg je vanzelf een goal. Ja, het is wel duidelijk wie er hier de bovenliggende partij is. Ze hebben het volledig voor het zetten. Uh-huh. Goed hoor, hij hoeft er niet over na te denken. In de hoek. Remakle. Speler loopt buiten spel. De doelman komt zijn... Ja, pak op die bal en snel ja. Zetten. Remakle. Dat was wat een doelpunt. De gelijkmaker. Oh man. Net wat we nodig hadden. Ja, valt wel mee zijn met die kap daar dat ik die bal heb. Laten we die goal nog maar eens bekijken. Wat, sorry, dat er in mijn weg daar is. Raman. Remakle. Bal weer terug. Een plaatje hoor, deze breedte paas. Koems. Ja, hij komt nu behoorlijk dicht in de buurt van het doel. Gaat hij uithalen? Oh. Asamoah. Ja, en nu? Dat was bijna nummertje 2 vandaag voor deze speler. Ja, hij is er al. Nee, 5 minuten extra. Dat heb ik nooit geweten. Over de achterlijn, dat wordt een hoekschop. Ja, wel die rode kaarten. Oei, oei, oei. Amai. Dat is wel een goalshot, zeg. Remakle. Slim onderschept door de achterhoede. Die passeer niet zomaar. Oh. Mij. Die zijn rap van voor de man. Hij is tijd. Raman. Tro.
probeert het. Ho ho, meisje. Ah, daar is Gorgon. En wat voor is dat? Tuur. Dat is lekker zo'n doelpunt net voor de rust. Ja, goede timing zou ik zeggen. Ja, dat is niet slecht gedaan. Makkelijk. De eerste helft zit erop en de stand ja, is 2-1. Ja, mij. U ziet het begin van de tweede helft. Hij dringt door tot het strafschopgebied. Ja, en nu? Nou, de paard is anders en het balbezit is weer weg. Remakle! Knap afgeweerd. Rai, goed gedaan. Mooi schot. Oh, meisje. Ja, daar is de gelijkmaker. Oh. Hij heeft kansen nodig voor die een bal daar... Ja, dat... Mij. Daar is de gelijkmaker. Oh, de even kijken wie naar die goal getrapt. Een kerel 4-5, denk ik. Maar zij dachten dat ze die wedstrijd wel even makkelijk zouden winnen. Raar matchje, de man mee. De gelijkmaker, wat een spannende wedstrijd. Die bal geven ze toch wel heel makkelijk weg, zeg. Gaat hij voor een schot of probeert hij nog meer ruimte voor zichzelf te creëren? Pumps. Moeihard, een gevaarlijke situatie. Goed gezien, zeg. Hij zag het gebeuren en deed wat hij moest doen om die bal te onderscheppen. Raman. Allee, zie je weten dat hij een bal naar daar gaat. Allee, dit is een kans. Raman. Allee, zie. Pakken de leiding, Jury. Ja, oh, die afvallende bal. Oh man, ik wist dat die bal naar daar ging. Ik ben gewoon te traag van echter. Maar de aanvaller hoeft de bal er daarna maar in te tikken. Ze wilt mij er lekker keer af. Remakle. Dat ziet er kansrijk uit. Gaat hij voor een schot, dan schiet hij. Oh mei, ook een chansje, nee. Wat een wedstrijd, zeg. De teams zijn weer in evenwicht. Oh, dat valt mee. Beide teams spelen vol op de aanval. De verdediging grijpt in en verovert het balbezit. En het balbezit is voor de tegenpartij. Wat gaan ze doen? Asamoah. Remakle. Oei. Bal is over. Ik dacht dat hij naar buiten ging doorlopen. Dat is een miscommunicatie. Ja, hij gaat richting doel van de tegenstander. Eens kijken wat hij nu gaat bedenken. En dan wordt er gefloten. Buitenspel volgens de scheidsrechter. Ik weet het niet hoor. Het Mijn. Zou een dure fout kunnen zijn. Wie komt er met de bal uit? Maar hij zal maar eens opzij zitten, zeg. Pums. Rudy Rieu. Ja, een beetje te ver naar buiten. Invooi. Pumps. Allee, man, wat was dat nou? We krijgen een vrije trap. Wat? Allee, man.
Ja, dan heb je natuurlijk echt mijn kerstborgel afpakken, hè. Wat is het allemaal? Oef, nee. Het zag er even heel gevaarlijk uit, maar ja, de keeper redt die bal. Oh, ze zijn de bal kwijt. Oh, ik was er door, zie. Ik had al geduwd voor die pas. Oh, dat slag tegen. Voilà. En ze winnen de bal terug op het middenveld. Ja, dat kan iets worden. Hij heeft steun genoeg. Allee? En de keeper pakt die bal. Oh man. Ik kreeg maar juist een manneke niet vast, zie. Allee. Die bal gewoon gaat pas op die man is te gemakkelijk. Hij werkt de bal naar voren. Oh, volgens ja. mij is dat iets nieuws in FIFA. Ik wil elke keer voor als iets op een corner of zo die een bal wil wegkoppen, dan ga ik nog zo hard wegduwen van die goal als ik wil, die kopt die altijd in een hoekschop. Oei. En met een zwaai richting de tribune gaat deze speler van het veld. Zullen we missen, Juri? Ja, het is nog een van de betere spelers vandaag. En zo te horen denken de toeschouwers daar ook zo over. Die bal is de lijn gepasseerd. Inworp dus. De bal gaat weer over de zijlijn en het spel ligt dus weer even stil. Wat is dat hier voor een stoere match eigenlijk, zie? En hier zien we hoe het balbezit is verdeeld. Dat ontloopt elkaar niet veel even. Kopt hem handig door. Wat was dat? Jongen, dat was een weggevertje zeg. En dat op dit niveau. Er nee, is dat wel was heel weinig he? Verschil tussen deze teams. En de laatste paar minuten kunnen nog heel veel spanning brengen. Ramon! Oh, de bal wordt geblokt. Pedersen. Remakle. En neemt de bal mee richting het doel. Gaat hij voor eigen succes? Oh, ja, man. Ja, en nu? Oh, mijn. De bal blijft in het spel. Oef, 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 oef. Nou, dat is een cadeautje. Slordig omgegaan met het balbezit. Oh, mei. Oh, nee. Wat kunnen ze uitrichten vanuit deze positie? Dat is heel gevaarlijk. Ja. Ah, mei, dat valt meer dan zich. Oh, maar dan nog.
Gewoon nog wel even bijlopen dat dat kan zeker. Wat komt er uit de vrije trap? Ze doen hard hun best. Het duel gedaan of wat? Oh my, goeie matchje zeg. Ja, inderdaad even. 3-3. Hij is volop aangevallen. Ja, ik zie dat graag. Ja, heel goeie matchje. Ja, ja, ja. Maar ik had er een... Ik had hier ook echt niet mogen pakken, hè. Wat een optreden. Echt met 10 tegen 11 kan blijven staan. Niet genoeg voor de zegen, maar toch wel geweldig gespeeld, hoor. Ja, ik vind dat ook, want de mijne... Ja, die... Allee, ja. Zwat. Ja, misschien compensatie. Ja. Ja, ja, amai. Goh, serieuze match. Nee, nee, ik had 9 gepakt. Ja, heel goeie match, kennen mij zeg. Spannend tot de laatste minuut. Met die vrije trap kreeg ik toch even warm en ik zeg, oh my nee, hè. Zo. Wat is dat? Ja, en ik zie dat je die gaat trappen en ik zie zo twee streepjes. Ik zeg, oh, dat is een goeie, hè.